Wij voor u terug naar afgelopen zaterdag, want collega Michael en cameravrouw Judy Travenberg hebben gesproken met de vicepresident Ronnie Brunswijk te Brokopondo. En wij gaan dat interviewgesprek in extenso voor u afdraaien. Wij voor u terug naar afgelopen zaterdag te Brokopondo. Kijkt u met ons mee. Als voorzitter van de ABOP heeft u onder andere opgeroepen, we moeten ons gaan bundelen en het verheers- en deelspolitiek moet nu tot het verleden gaan worden. Kunt u dat misschien verduidelijken? Is er nog veel en verheers- en deelpolitiek, VP? Nee, ik heb het aangehaald vanaf de slavernij, waar de verdeeld en heers toegepast. Dat mensen, er worden contracten daar gesloten met een aantal mensen en die mogen niet met die anderen bemoeien enzovoort. En dat zien we dat die trend ook in de politieke arena wordt voortgezet. Om ons te verdelen, want men weet, al die andere politieke partijen weten precies dat wanneer ABOP en de andere partijen in het binnenland bundelen, dat niemand meer kans maakt in het binnenland. En dat probeer ik nu langzaam maar zeker te regelen, dat we een eenheid kunnen hebben. Vindt u zelf als vicepresident dat dat ook de mensen in het binnenland, die door dit verheers- en deelpolitiek, de mensen in het binnenland worden achtergehouden van ontwikkeling? Nou, natuurlijk zien we van alle regeringen zien we ook dat de move naar het binnenland heel traag. Zelfs in mijn regering zien we dat wanneer er goedkeuring voor een project, dan worden die projecten stagneerd, bewust. De minister van Financiën die doet wat hij wil. Hij keurt goed wat hij wil. En hij zegt, ja, maar ik heb 93% geautoriseerd. Wanneer ik heb geautoriseerd, heb ik nog geen cent op tafel gegeven. Die mensen zitten nog steeds met hun missieven, met een reçu van miljoenen. Kijk maar naar al die ministerie waaronder de ABOP valt. Zelf kabinet VP, we hebben zoveel reçus. Maar we zeggen oké, dat is de politiek wat ze willen spelen. Geen probleem. We gaan gewoon door. Maar dit zorgt niet onder banken en stoelen. De gemeenschap moet weten dat wij, natuurlijk die ABOP-ministerie, dat we niet conform de richtlijnen van de regering worden behandeld. Vice-president, wat gaat er nu dan moeten gebeuren? Want er zijn nog tenminste 3 jaren voor de verkiezingen. Ik doe mijn best. Zolang dat niet gebeurt, zal ik dat toch bekendmaken. Laat de gemeenschap dat weten. We gaan gewoon door. Ik heb geen probleem. Maar ik zeg aan die mensen, lijndiensten die naar het binnenland gaan om die Indianen naar Komalasomutu te brengen. Naar Dritabbetje, naar Godolo, naar Stoelmaseiland. Alles is stopgezet. Waarom? De minister van Financiën betaalt niet. Gomer vliegt niet meer. Wie wordt dan de dupe van? De mensen in het binnenland. Dus wanneer ik wat zeg, dan ik weet precies waarover ik praat. Ik zal ze blijven zeggen dat we geven autorisatie, maar die reçu worden niet betaald. We krijgen geen cent. We hebben een project van zonnepaneel die in het hele binnenland is goedgekeurd. Nog steeds is er geen geld vrijgegeven, is maar 2 miljoen gegeven. En daarna is het hele project stil te komen staan, omdat er geen gelden meer worden vrijgemaakt. Ja. En alles zien we hoor, we zien al die dingen. En ik zeg ze ook. Ja, vicepresident, een ander ding, de president heeft aangekondigd, er komt binnen 2 weken een reshuffling. Zijn er ook ABOP-ministers en PL-ministers daaronder? Nou, in ieder geval, die reshuffling is aangekondigd, ik heb het ook gehoord. In de laatste regeringsstop heeft de president mij gezegd van dat ze van mening is om te reshuffelen en dat wij ook binnen ons geleden heeft gekeken, maar we hebben nog meer tijd nodig. Wij hebben gedacht van we gaan reshuffelen 2 jaar, we zouden 2 jaar wachten en dan zouden we dan een evaluatie maken. Maar nu hij zegt we moeten reshuffelen, heb ik hem gezegd van we hebben dan nog tot die 2 jaar nodig, zodat wij nu, inderdaad zijn er hier en daar, niet alleen minister, maar ook op het ministerie heb je directeuren, president, commissaris van die bedrijven die niet goed functioneren. Dus de reshuffling inderdaad sowieso, maar wij hebben niet gezegd dat we nu zouden reshuffelen.
Dus ABOP zegt, we staan achter de president, maar we vragen de tijd om tot na mei van dit jaar. En als u zelf een evaluatie moet doen de afgelopen 2 jaar, bent u tevreden met wat uw ministers hebben geleverd? Nou, niet 100%. Want je bent nooit tevreden met alles. Maar in ieder geval, waarom ik de minister niet de schuld kan geven, omdat zij geen middelen hebben om te werken. Want ik zeg, je moet werken, je moet zien, dan zie ik aan al die plannen van de minister, dan zie ik, die plannen zijn er. Het enige wat er moet gebeuren, er moet geld op tafel komen om die projecten uit te voeren. Maar als er geld was en de minister functioneert niet, had ik jou ook weg kunnen halen. PP, heeft u dan met de president gesproken over de minister van Financiën? Die is eigenlijk dat zaakje voor u? Elke keer. Gisteren nog heb ik met de president gesproken over de minister. Elke keer, alles komt goed. Maar niks komt goed. We blijven maar praten. En ik kan maar blijven praten ook. Elke keer wanneer zaken blijven liggen, kom ik weer naar de gemeenschap. Om ze te zeggen. Nou, beste kijker, heeft u dit ook gehoord. Ik dacht dat wij vorig jaar, deze case speelt al een tijdje. Vorig jaar hebben we de minister van Financiën ook in de media gehoord. Die eerder had aangegeven dat als het gaat om de autorisatie, dan wel vrijmaken van de gelden. Dat de diverse ministers hun aanvraag anders zouden moeten doen. Toen hadden we weer gesproken met de VEP, dat was de Sipalibini. Toen heeft de VEP beaamd van inderdaad, de zaken zijn opnieuw ingediend. Maar vandaag leven we, of althans zaterdag, die was 10 april. En tot op dat moment was het zo dat de financiële middelen in het bijzonder niet vrij worden gemaakt. Nou, we hebben gisteren contact gemaakt met het ministerie van Financiën, want we hebben het gehoord van de VP en we willen het precies weten van de minister van Financiën, wat er precies aan de hand is. Maar tot op dit moment hebben we nog geen reactie ontvangen. Maar wij van de STVS blijven deze case voor u op de voet volgen. En zo gauw wij een reactie hebben, zullen wij dat ook niet schromen met u te delen. Maar in ieder geval zijn er bepaalde, althans markante zaken naar voren gebracht. En wij blijven deze situatie op de voet volgen.